Yo mensen, van dit is een gaming kanaal. Wij gaan vandaag weer Minecraft spelen. Survival met Ronald van Hallo Shadow Games allemaal. 23. Ja, hallo. En ja, ik ga wat iron armor voor Jordi maken. En Dus. ik ga dit ding even weghalen. Kijk, hoeveel iron hadden wij nou precies? Zat er nog wat in de furnace? Nee, er zat Oh, dikke niks. lag. Ik heb geen lek hoor. Even kijken. Hoe komen we naar 3 buckets in godsnaam? Nou Weet ja. ik veel. Oh god, we hebben kip. Oh god, ik kook dat meteen even. Hoe komen we aan kip in godsnaam? Ik Nou heb ja. twee brood. Oké, dat is nice. Waar, oeh, heb jij nou brood gemaakt? Oh nee, dat Nee. staat in de chest, hè? Ik heb geen idee hoe ik eraan kwam. Ja, nee, oké, ja. Even kijken. Jij wilt vast een iron chestplate, of niet? Ja. Is goed. Hier, dat. Iron chestplate. Ik doe die TNT maar even weg, zo. Ik ga eens kijken hoe het met de farm is. Misschien is er nog wat gegroeid. Ik zal Ja. wel eens even kijken. Nee, even op te vaaien. Nee, het is niks gegroeid. Hebben wij seeds toevallig? Want dan ga ik even een chicken farm maken. Geen idee. Ja, we hebben 1 seed. We Als hebben jullie nog wat trouwens nog een wood. idee hebben wat we kunnen bouwen, zet het in de reacties neer. Ja, is erg gewaardeerd. Ik ga, by the way, even kijken of ik zo meteen iets van een ja, chicken farm kan maken of zo. En zo. Bioom, en dit, bioom, en dit, bioom. Allemaal sticks. Ik verspil alles woed aan fences. Oh, ik, nee! Nee, Jordi. Wat? Kijk eens wat ik heb gemaakt. Kijk eens. Nou. Kijk eens even. Hier, wil je ze Sorry. terug? Ja, doe maar. Hier heb je ze weer. Is goed, dankjewel. Zo. Oh mijn god, ik ben de meest Minecraft pro mens ding die op de wereld rondloopt. Even kijken, goed. Hé, hey, boom. Maar goed, ik ga dus zometeen proberen een chicken farm te maken. En dan gaan wij kijken of wij tenminste een fatsoenlijke food supply kunnen krijgen. Want dit lijkt helemaal nergens op. Gamma locks, mijn god. Jo. Jordi. Ja. Mag ik mijn locks terug, alsjeblieft? Als ik die heb. Ja, die heb jij. Alsjeblieft. En wat had je nodig? De oak logs graag. Die had jij opgepakt van de boom. Die he oh ja, hier. Dat zijn saplings. Nou, maar Saplings. ik heb ze. Je hebt ze wel. Ik zal even kijken. Mijn god. Kijk, Hoe heette dat? Ik heb wel seeds, zie ik nu. Oak logs, zo heet die dingen. Oh, klok. Oak Oké. logs. Okay. Ja. Ik heb ze niet, ik zweer. Ik had ze toch aan Jordi. jou gegeven, die knopdingen. Hè? Waar? Het zijn logs. Weet je wel, die boomstammen. Ja, maar... Oh, die bol. Oh god, wat doe ik nou weer dan? Waar moet het heen met deze wereld? Oh. Serieus. Dank je. Zo. U bent Heb je dit ook nog nodig? Dit. bedankt. Wat? Oeh. Oeh, de sproes. Ja, dat kan ik ook wel Had je ook stick nog van maken. seeds nodig? Ja, voor de chickens. Ik maak ook gewoon even Hier. van dat sproes. Maak ik ook gewoon even lekker Oh. wood Kijk, planks. het ligt hier. Ik heb weer sticks gemaakt. Jee, nee. Nou, even kijken, hoeveel zijn het er? 2. Oh, dat is goed. Kan ik in ieder geval 2 chickens mee breeden. Nou, dan gaan we weer fence maken. Ik heb wel Ik aardig ga wat ondertussen fence. even weer wat bomen planten. Ja, is goed. Ik doe daarboven wel. Prima. Hup, hup, hup. Oké, nog meer. 36, is dat goed? Jawel, hè? Oh, Minecraft Music. Oh, ik heb dat volgens mij Slapen. op 2% staan. Even kijken. Ja, ik moet ook nog even wat doen. Even kijken. Zo. Ik had de sounds toch wat anders staan. Zo, die sommige music kan wel af. En sounds moet ik nou even naar 10 doen. Nou, doen we naar 15. Zo. Even kijken. Ja, Zo. ik record zoveel verschillende Minecraft-soorten. Even kijken. 2 gates. Dat is allemaal goed. Nou, ik neem even de zombie flash mee. Dan heb ik wat te vreten onderweg. Zo, Even daar kijken. heb ik een boom geplant.
Ja, is goed. Ik zie daar, by the way, nu ook een boom. Ja, is goed. Nou, ik ga even... Heb je ook nog wat wol nodig? Want ik zie daar een schaap. Nee, we hebben geen wol nodig. Dan maak de schaapje alsjeblieft niet dood. Die hebben we later wel nodig. Dus alsjeblieft niet doodmaken. Oké, ik zal hem heel laten. Kool, schaapjes. Mee mijn hond! Jee, Tybalt. Oh nee, het was Oscar, hè? Oscar? Ja, Oscar is mijn hond. Die zit hier bij de... Bij het cave system. Ik laat hem hier zitten voor de hele game. Oh ja. Even kijken, wat zit hier nog voor boeiends in? Oh mijn god, cobblestone. Zadels. Sheets. Bones. Oh mijn god, Jordi heeft hier alles achtergelaten. Een flint. En dit is wel goed, denk ik. Nou, ik ga ondertussen even op zoek naar... een appel. Ja, ik heb ook een appel. Hey, ik heb Uno Chicken gevonden. Chicken. Kom maar. Hé, nog een chicken. Ik zie jouw hond! Jordi, ik weet wel wat het probleem was toen je naar mij tp'de toen. Je liet je hond zitten, dan tp't hij niet. Oh. Moet je naar mij tp'en, daar is dan, is je hond hier. Oh, ik heb die chat uitstaan. Ik ben bezig met een chicken farm, by the way, dus oh god, een zombie. Zo hebben we in ieder geval een fatsoenlijke food supply straks, dat willen we denk ik wel. Oké, ik ben geteleporteerd. Nou, daar achter mij staat je hond. Hallo, hond. Ja, hond. Kom maar. Kom dan. Snipe. Goed zo. Snipe. Ga dan staan. Goed zo. Ja, kom dan. Nou, ga ik hier ondertussen even... Kom. Ik ga ondertussen wat kippen slachten. Nee, Jordi! Oh, hoezo niet? Hoezo niet dan? Nee. Snipe? Nee! Ik zei nog! Oh mijn god, dit is niet normaal! Zo jongens, dat moest even. Dit moest gewoon even. Dat moest gewoon. Die hond van jullie gaat er ook aan. Nee, dat doe ik niet. Zo flauw ben ik niet. Jordi, dit moest gewoon even. Waar liggen nu al mijn spullen dan? Maar je hond valt me aan! Help, Jordi! Goed zo. Kut beest, ga dood! Ik help je wel. Stomme rothond! Rothond af, goed zo. Ik help je wel om van die hond af te zijn. Die hond is al dood. Zo. De wereld is gemeen. Zo, dus iedereen IP. Jee. Nou ja. Nou. Kijken. Dood alsjeblieft even geen kip meer, oké? Okay? Hoezo niet dan? Opdat ik daar een farm voor ga maken. Capiche farm. V-A-R-M. Of F-A-R-M, weet ik veel. Even kijken. Maar ik hielp je alleen maar even van die hond af toen net. Ja, die hond heb ik al doodgemaakt. Je hebt een grappige skin. Ja, Winnie de Pooh. Leuk hè, kijk mensen. Winnie de Pooh. Wacht, hier moet ik even een fotootje van maken. Ja, ik vertrouw jou niet met het zwaan. Met die... Hoezo niet? Ik weet het niet. Kijk, jij doet mij waarschijnlijk. Maar ik heb een iron sword, dus ik 2 hit jou. Ja. Makkelijk. Even kijken. Nou, hier kunnen we die farm nog gaan maken. Maar Jordi, ik zei nog, ik ga met die kippen een farm maken. En dan maak jij ze dood. Dat is gewoon wel heel erg. Oh god. En mensen, ik kon het gewoon ook niet laten. En dat snappen jullie waarschijnlijk wel, hè? Ja. Oh nee. Staat er weer zo'n creeper. Net goed. En? 3, 2. Ik heb potten. Nee. Potten. Potten ook is goed. Dan kun je weed gaan farmen als je dat aan kunt. Kun je dat aan, Jordi? Jawel, hè? Ja. Oké, mooi. Ik heb weer een kip. Zal ik hem slachten? Nee, Jordi, die kip is voor de farm. Als jij dat doet. Oh mijn god. Ik heb niks gedaan. Nee, dat zie ik. Jordi, blijf met die kip uit de buurt. Kreng! Oh, ik dacht even... Huh? Hoe kan die kip van 1 seconde hier naar daar zijn? Nee. Ik ga even de zombie doden. Ik snap Minecraft gewoon niet meer. 1 seconde keek ik op. Dan staat die kip er nog voor. Een andere seconde poef weg. En dan staat die neger aan de andere kant van die boom. Dan heb ik echt zoiets van, oké, YOLO. Nou, ik ga die kip even veilig. Oh mijn god, ik word nu helemaal aangevallen door zombies.
Nou, kip meenemen. Wow, dit zijn hartstikke veel kippen. Holy! Dat zijn fucking veel spinnen. Ik dacht dat je kippen zijn, hè? Goed, we hebben één kip. Wil je er twee? Ja. Dood ze niet, anders dood ik jou. Hier is er eentje, bij mij. Oh, twee, oké. Okay. Kippetjes. Kijk. Yolo, kippetjes. Kom. Ik sta er nu. Au, god, snondertje. Als je nu bij me teleporteert... Ik heb hier twee kippen. Alleen ze zien mij niet. What the fuck? Oké, nu zien ze me. Hebben we drie kip. Vier kip straks. Maar er moet altijd minimaal vier kippen in de farm blijven. Dus ja, je kunt nog geen kip doodmaken. Maar er is drie kip aan het koken boven dit furnace. Dus hier, ja. Bij mij staat er nog een kip. Ah, ja, daar staat nog meer kip. Oké, die nemen we die ook meteen mee. Kom maar. Nee, ik heb nu vier kippen. Je kunt de rest wel dood gaan maken. Oké. Okay. Ik heb nu drie kippen bij me, dus de rest kun je afslachten. Ik heb een vier. Dat is perfect, ik lijk. Oké, zo. Nou, we hebben het weer in ieder geval één ding fatsoenlijk gedaan. Nee, nu komen allemaal van die spinnen. Twee spinnen tegelijk zelfs. Jordi, we hebben kip. We hebben kip, Jordi. It's a miracle. Ik word achterna gezeten. Jordi, ik kom eraan. Spring in het water. Jordi, ik kom eraan. Je had er toch twee achter je, ik of niet? Ik heb geen genoeg zwaar. Ik had een slecht zwaar. Oké, je mag... even kijken. Er moeten standaard altijd vier kippen in de farm blijven. De rest kun je altijd gewoon doodmaken, dus... Nee. De kindjes moet je niet doodmaken, hè? Even kijken. Daar staan, hup, één. Hallo, ik zei één. Eén zei ik. En dan zeg ik twee. Zo, en dan staan er nog vier in de farm. Dat is goed. Zo. Eén ei. Ei is fijn. Zo, nou, jongens, we hebben in ieder geval één ding goed gedaan vandaag. Hallo, kipjes. Oh mijn god, als ik merk dat er een kip weg is. Serieus. Ik zorg dat niemand ooit meer wat van jou hoort, serieus. Zullen we goedjes hebben? Oh, waar is Jordi? Dan zeg ik, ja, nee, welke Jordi? Gewoon serieus. Oké. Ik ben voor Bergreetje aan het spelen. Hé, hey, daar is een plekje. Een plekje. Oh ja, Jordi, we hebben kip als diner, by the way, dus... Oké, okay, ik zal wel naar je teleporteren. Ja, is prima. Wow, jij zit op een leuke plek. Ja, hè? Holy shit, ga weg. Holy hell. Nee, zijn er twee! Wat heb je nu weer uitgehaald? Ik niks. Creepers alleen. Ik heb gesprint, man. Jordi, ik vreet alle cap op, oké? Okay? Nou, jij mag ook wat hebben. Ik heb hier wel wat verrotte vlees. Nee, we hebben kip in de furnace, dus... En ik heb nog meer kip, dus ik stouw mezelf even vol met deze kip. Doei. En dan mag jij de kip hebben die in het furnace. Ik ga slapen, doei. Ja, is goed. Ik heb even een lekker dinertje, oké? Okay? Zo, lekker. Ik heb drie kip naar binnen gevreten en ik ben serieus bodemloos. Nou, zo gaan we slapen. Oké, doei. Ik ga ook nog een keer slapen. Za en jee. Nou, Jordi, de kip die hier in het furnace zit, mag jij hebben. Dus. Kip. Het meest volzijdige stukje vlees, kip. Was dat niet goed? Het was hartstikke goed. Dank je. Hier, heb ik nu een offer voor jou. Een offer? Ja. Kijk, komt die. Daarmee kan ik arrows maken, dank je wel. Jee, maar liefst 17 arrows heb ik. Wil jij er ook wat? Ja. Alsjeblieft. Daar. Jordi, daar. Oké. Okay. Maar ik heb geen boog. Ja, geef dan maar terug. YOLO. Dank je. Als je de boog hebt aan, wil ik je wel weer wat geven. We hebben één string, dus dat is niet veel. Oh, ik ga even farmen. Dat is wel handig, denk ik. Maar goed, kennelijk gaan wij dus leven van kip. Kip. Ja, het meest verzadigde stukje vlees, kip, ja.
YOLO, En van YOLO, YOLO, brood. YOLO. Ja, en van brood natuurlijk, maar voornamelijk van cap. God, we hebben zo'n dombo hier zo. Oh. En we gaan het cave system in, by the way, binnenkort mensen. Tenminste, als Jody dat ook wil. Wat? Nou, het cave system in gaan. Ja, is goed. Oké. Heel erg enthousiast. Ja, echt zo van, oh, cave system. Wat ben je nu aan het doen dan? Oh, ik ben weed aan het farmen. We hebben wel lekker veel weeds. Ik heb 11 weed om precies te zijn. Zo, 8 seeds behouden we even voor de chickens. Dit ga ik even anders maken, want we springen op de crops en dat moet niet. Dus maak ik het even breder, zo. Ik had die, oh, laat maar. Zo, ik heb 11 weed, Jordi, dus we kunnen een brood maken. En er zit nog 1 weed in de chest volgens mij, dus... Ik zal even een boom omhakken. Ja, is goed, gaan we wat woef verzamelen, want we gaan dus binnenkort eigenlijk beginnen met een huis, tenminste. Ja. We wouden er al lang mee beginnen, maar... Ja, nee, het eten was belangrijker. Het is nooit iets geworden. Nee, ja, het eten was iets belangrijker, denk ik. Oh, Jordi. Broodjes. Ja. Broodjes. Zo. Zullen we gaan afsluiten? Ja, is goed. Oké, okay, nou jongens. Dan, eerst naar je teleporteren. Ja, is goed. Oké. Okay. Zo. Oké. Okay. Nou, ik wil jullie dus bedanken voor het kijken. Laat even een groen duimpje achter. Ja, hetzelfde geldt voor mij natuurlijk. En als je mijn perspectief wilt zien, dan moet je even naar Shadow Games 23 gaan. En voor mijn kijkers, wil je Jordi's perspectief zien, dan ga even naar zijn kanaal. Staat het link hieronder in de beschrijving. Ja. Is wel zo gepast natuurlijk. Laat ook even een reactie achter. Abonneer even op ons beide kanalen. Ja. Dat is zo wat erg gewaardeerd natuurlijk, want we posten allebei hele leuke games, dus... Ja. Ja. Maar goed, tot de volgende keer jongens. Bedankt voor het kijken en dan spreken wij jullie later. Later mensen. Yo.